elkaar niet lullen maar graven. Daar gaan we weer. We hebben een nieuw veldje. En ja, ik hoop dat we er wat leuks af halen. Het zal niet. Maar we zullen het zien. Dus ik heb hier wel die zilveren munt gevonden een tijdje terug op een ander veld. Dus ik hoop dat deze ook iets moois gaat opleveren. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit, hè. Dus Dennis zal er wel mee weglopen. Hè? Zeker weten. Ja. Dat mag vast weten. Dus, maar volgens mij zitten we in ieder geval op het verkeerde veldje, want er zouden geen koeien lopen. En er lopen koeien. Dus ja, nou ja, goed. We zullen het zien. Tot straks. Ja, geen idee wat dit is. Het zou wel scherpe kantjes, zou een bekkensnijer kunnen zijn, maar dat denk ik niet hoor. Hij is wel lekker scherp. Als dit een bekkensnijer zou zijn, dan haal je iemand wel goed open. Oh ja, vandaag gaan we geluk hebben. Kijk, Dennis heeft ook wat gevonden. Dat is een mooie, Dennis. Je moet hem open houden, hè? Dat brengt geluk. Ja. Mooi man. Ja. Kwam lekker hoog binnen zeker? Ja. 70, hè? Ja, 70, 80. Ja, ja, dat gaf ik ook altijd hoor. Ja. Ja, je weet het niet, hè? Nee, maar is ook mooi. Volgende keer is dit bijl. Ja, ga je nou weer terugleggen? Nee, nee, dat niet. Oké. Okay. Dames en heren, daar zijn we weer. En Dennis heeft wat leuks gevonden. Nou, dan moet ik even zien mijn lepel pakken. Oh ja. Een enorme lepel. Nou, laat maar gewoon zien, Dennis. Ja, oké. Okay. Ja, mooi bordje. Ja man, speelbordje. Speelbordje. Lood. Kijk aan de onderkant. Ja, nee, super leuk. Hij lijkt wel gebroken, of niet? Taiwan. Ja, het is misschien meer een schaaltje geweest. Ja. Ja. Nou, leuk man. Het blijft lood natuurlijk, hè. Dus... Ja. Nou, ik vind het wel tof. Leuk. Kan niet anders, bordje. Fruitschaal. Toppie Dennis. Mijn servies al bijna binnen. Ja man. Woehoe. Ja, een gordijnringetje denk ik. Hij is wel een beetje plat aan de binnenkant, maar het is geen echte ringetje. Het is gewoon een gordijnringetje. Nou ja. Blijkt erop dat Dennis een duitje heeft gevonden. Oh daar. Oh ja. Nee, nou, haal maar eruit. Kijk. Oh. Of een leeuwencent. Ja. Nee, een Willemscent. Willemscent. Ja, aan de achterkant staat een weetje als het goed is. Schaak, ja. Ja. Nee. Ik zie hem heel licht. Beetje tuf. Beetje tuf. Oh. Niet helemaal maar, onder man, spuur. Ja, weet je. Zie je hem? Ja? Op zijn kop. Hij zit zo. Nou, nu heb je hem recht voor je. Kijk eens. Ja, nou, leuk. Ja, toch? Het is alweer bepaald licht, hè? Dat is het moeilijker er soms van. Ja. Ja, cool. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb ook iets. Het kraakt heel erg. Dat zal niks zijn. We kunnen even kijken. Dat is natuurlijk. Helemaal hotrock, ook van de partij. Nou, ik heb gelukkig wat leuks gevonden. Ik kwam er net achter dat ik hier toch al met Berry gezocht had. De... Ja, goed. Ik heb nog een veldje daar, misschien gaan we daar al naartoe zo. Maar ik heb een vingerhoedje gevonden. Laten we gaan kijken. Kijk, daar zit hij. Ja, dat is een flinke jongen. Ja? Dat is leuk. Van de week heb ik mijn andere vingerhoedjes schoongemaakt. Uit de 13e eeuw, 13e tot 14e eeuw. Een mooi ding. Deze is jonger hoor. Dit is, dit is 18e eeuw, denk ik. Ja, dat is niet handgeput. Maar desalniettemin altijd leuk. Een vingerhoedje. Ja? Thuis maar even schoonmaken. Kijk hè. Wat eronder zit, of die versierd is. Het lijkt altijd net zilver, maar het is gewoon aluminium. Ja. Nou beginnen ze een beetje te komen. Deze is leuk. Ik denk een tuutje van een speelgoedkannetje zo. Zo leuk.
Ziet er goed uit. Grappig ding. Als het wat anders is, mogen we dit ook zeggen, als iemand het weet. Maar ik denk een tuutje van een theekan of zo, of speelgoed. Ja, oké. Okay. Dennis roept mij erbij, want hij heeft een vaasje. Oh nee, dat is geen vaasje. Oh, wat is dan? Dat is of een kastknopje. Oh, dat kan ook nog. Ja, of een, omdat er een gaatje in zit, zou het kunnen dat het een malletje is voor één musketkogel. Maar ja, volgens mij maken ze die met heel veel tegelijk. Maar dat zou kunnen. En daarvoor is het niet rond genoeg. Dus, Nee, precies. Dan is het een kastknopje. Ja. Nou, ik heb er wel twee. Je hebt er twee, hoor. Ja, die worden best wel veel gevonden, nog die dingen. Soms een raadsel. De een zegt kastknopje, de ander zegt mal voor ja, dan moet die wel rond zijn. Het ja. Is echt niet rond. Nee, precies. Dat is kastknop. Dus voor een ei. Kastknopje, daar kan ik nog van uitgaan. Want dan gaat het eerst schroefje erheen en die gaat aan de andere kant weer vast. Ja. Dat is een sierdingetje. Ja. Weg. Nou, film mij maar even, Dennis. Kom maar mee. Weet je ook wat leuks? Ja, ik weet het niet. Ik kom een beetje bij. Het mooiste lepel zal het zijn een keer. Daar ben je. Ja. Een beetje dieper, hè? Ja. Nou, dat zijn effectkluiden. Wat heb je dan, hè? Met live tapes. Kansdiep, hè? Kansdiep. Live tapes. Even langs die grauwe mensen halen. Zat hij wel aan? Zit gewoon net naast zo. Goed gezocht. Ja. Moet het een aflevering van 30 minuten worden? Of? Ja, ik heb het snel. Mooie dekselring. Ja, nou, dat is dus erg teleurstellend. Ja. Zoals het vaker is. Okay, hey, soms zit het mee, soms zit het tegen. Deze was zo, straks is hij zo. Hey, fietsbel. Tingelingeling. Deurbel kan ook. Ah, ik denk eerder een fietsbel. Grappig. Klein belletje. Leuk. We doen aan synchroon zoeken. We doen, kijken of we allebei hetzelfde kunnen vinden op hetzelfde moment. En dat is bij deze gelukt. Dus En een hete steen. Een hete steen en een zegelootje. Ik heb ook een zegelootje. Ja, oh ja, dat is wel mooi. Ja, met al baas boven baas zijn. Ja, precies. Mijn is ouder, denk ik. Ja. Dus. Mijn is van Arnhem. Oh, wat leuk. Maak geen grappen, jongen, Arnhem. Mm-hmm. Yo. Nou, dan toch weer een stukje speelgoed. Kijk, dat is wel leuk. Zie? Mooi wieltje, hoor. Dit is echt een mooi wieltje. Het ziet er nog helemaal goed uit. Dus ja, dat is leuk. Die gaan we showen. Leuk, man. Niet synchroon gevonden, maar wel gevonden. Het kastknopje. Ja. Kun je, misschien kan ik deze wel uit elkaar ook. Even kijken. Nee, deze niet. Nou, wel mooi. Een zwaar dingetje wel. Kijken of ik thuis nog een mooi kastje heb ervoor. Ja? Kunnen we een mooi laadje open. Wat?
Wat heb jij? Een beetje... Oh, Dennis heeft een plaatje. Ja, ja, koperplaatjes die vind je bij de vleet. De vormen van de munt. De getallen van de munt. Ja. Met een lijn flut. Ja. Dat is het. Hey, deze koe hier, die kwam er toch net op me afrennen? Nou, ik dacht ik smeer hem mooi. Hè? Ja. Maar wij doen helemaal niemand kwaad. Kom maar. Kom maar, koe. Een vrouwtje. Nou, die ging opeens springen en bokken. Op me afrennen. Ik denk nou, als een soort stierenvechter. Klonk ik mooi over de dek heen. Ja, nou, dacht niet. Hé, hey, een muntje. 2,5 cent. Ik zie hem. Mooi, 2,5 cent. Leeuw erop. Leeuwcentje. Grappig. Zo, daar staat Dennis helemaal. Kijk eens hoe lang ik ben. We hebben even een nieuw stuk grond gepakt. Het is echt enorm. Net waren we hier aan de overkant, op dat lichtgroene stuk. En ja, daar was ik om het berg geweest en ik vind het leuk om... om met Dennis gewoon even een maatelijk stukje grond te geven, want die zoekt nog maar net. En het is zo leuk als hij ook iets leuks vindt. Maar tot nu toe hebben we hier heel weinig signalen. Maar ik heb hier een mooi signaaltje. Dan gaan we gewoon eens kijken wat het is. Ik ben benieuwd. Ik zet je even in de spanner. Zo, even meekijken. Ja. De eerste signaal, een heel stuk gelopen hoor. Niks aan het doen, ja. Maar dat is diep. Best diep. Nou, een beetje naar buiten graven. Nou, nog niet. Kort. Zo'n flink ding. Oh, kijk, zo'n lepel. Oh, een hele dikke, vette lepel. Maar. Dat wil wel zeggen dat hij wel gestort is. Dus dat is wel fijn, want ik kreeg zo weinig signalen. Dat is lekker. En van lekker rustig lopen. Misschien wat dieper ook. Maar in ieder geval deze. En ik denk een suikerschepje. Mooi. Tin. Bastard. Goed. Wel een mooie vorm, hè. Een mooie, ja. Maar goed. En een pistoletje. Nou, hij is iets groot, ik denk een musketje. Nou, dat is wel wat grappig. Spaar ik, dus dat is leuk. Hè? Dus die gaat mee. Dennis heeft een vingerhoedje. Oh, ja. Dat is wel een beetje voor Chinese kindjes, kleintjes, hoor. Ja. Dat is een heel kleintje. Kleintje. Ja, leuk man. Is maar, dit een vingerhoedje? Dit is een vingerhoedje. Oh. Ja, dat is hele platte vingertjes wel. Toppie. Ja. Aluminium. Oh, maar moet het altijd vallen? Ja. Ja, ik denk het wel een beetje. Nou, oh, maar je ziet. Ja. Dat is goed, hè? Zo klein niet vasthouden. Nee. Maar ik ben er niet gewend, hè, zo klein. Hey, wel leuk. Nou, we komen nu een beetje achter op het veld. Laten we hopen dat hier wat meer ligt. Ja. Ja. Oké. Okay. Yes, 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 yes. Happy. Die had ik nog niet. Woehoe. Lekker. Ja, Dennis heeft nog een leuk knoopje gevonden. Een platte knoop. Kijk, mooie oude aanzet. Ja, dat is een mooie, dat is een oudje. Mooie oude knoop. Hier hou ik van. Ja, tof Dennis. Zie je toch even een krent uit de pap halen hier hoor. Ja, mijn doeken dicht. Ja. Mooi zo. Doe je goed. Mooi. Doe je goed. Een heel lief klein muurhaakje. Nou, dat is wel leuk. Mooi, een kleintje. Leuk dingetje. Ja, muurhaak.
Oké, nou ja, er zit ik denk een munt. Denk ik. Of een ringetje. Van ook. Oh. Of een hangertje. Of een knoop. Ja. Zeg maar, er zit wel tekst op. En iets van een gebouw of zo. Even kijken of ik het schoon kan maken. Nou ja, ik kan het nog steeds niet goed zien, maar het lijkt op een. Of een trein, dus het kan een oude spoorknoop zijn, spoorwegknoop. En achterop zit ook iets, maar ik kan het nog steeds niet goed zien. Wie weet kan ik er later wat meer over vertellen.